onbegrijpelijk, onwerkelijk. Er zijn geen woorden voor. Gevoelens die overheersen enkele dagen na de vliegtuigcrash in Oekraïne, waarbij een gezin uit Helden om het leven kwam. Dave Helly, Kim Helly Verhaag en hun 4-jarig dochtertje Megan zaten in het vliegtuig van Malaysian Airlines dat onderweg was naar Kuala Lumpur. Het gezin was op weg naar Bali om vakantie te vieren. Mensen die hier dichtbij wonen, ik ken die families, dus die, ja, dat maakt het nog indringender dan dat het al was, ja. Het is natuurlijk logisch dat de mensen die dit gezin kennen, ja, die kunnen dat ook niet bevatten. En je hoort overal dat mensen het erover hebben. Dus het leeft ontzettend, mensen leven ook ontzettend mee. En het heeft gewoon, met name de kleine gemeenschappen, heeft het ontzettend veel impact. Volleybalvereniging Peelpush rouwt om het verlies van Dave, Kim en Megan. Al 20 jaar was Dave competitief volleyballatlet van Peelpush. En hij heeft ook actief bijgedragen aan de sponsoractiviteiten van Peelpush. Het begon donderdag, einde van de middag al, toen we op het bericht op de radio gehoord hebben. Oké, dat hoor je dan. Triest, vervelend. Maar dan tegen 10:00, 10:30 s'avonds, dan komen de eerste appjes binnen van mensen die op vakantie zijn. Van, Wil, ik heb gehoord dat Dave Helly en zijn gezin in het toestel zaten. Wat gaan we ermee doen? En is dat waar? En ongeloof en grote verslagenheid. En dan begint het circus. En dan... Dan zie je de impact van social media vandaag de dag, hoe snel dat het allemaal gaat. En dan komt de volgende. Ja, en Jeroen en Nicole Wals en Neerkant met een kinder zaten ook in een toestel. Wat gaan we eraan doen? En grote verslagenheid, groot ongeloof. Wat moeten we ermee? Je kunt er niks mee. Ook Atletiek Helden reageert geschokt. Nou, als u al zo vaak gehoord hebt, denk ik dat het heel geschokt gereageerd is binnen de Atletiek Club. Sinds dat vorige week vrijdag bekend is geworden dat een dochter van ons lid, Thijs Verhaag, getroffen is door het noodlottig ongeval met het vliegtuig, is er heel geschokt gereageerd. Bizar als je ook de beelden ziet op tv en de laatste stand van zaken. En ja, zo ontzettend veel mensen die omgekomen zijn. Ja, dat kunnen we niet bevatten. En dan leef je ook mee met iedereen die familie heeft, vrienden of bekenden die omgekomen zijn bij dit bizarre... Ja, wat is het? Laten we maar een ramp noemen. Dus ja, echt ongeloof en we staan machteloos. Jeroen en Nicole Wals uit Neerkant en hun 4 kinderen zijn ook slachtoffer van de ramp. Jeroen en Nicole waren vele jaren geleden actief in volleybalcompetities bij Peelpush. Begin 90 jaren hebben Jeroen en Nicole Wals ook bij Peelpush gespeeld. Jeroen in hetzelfde team als Dave Helly zelfs. En dan merk je inderdaad, Peelpush is een club die al 45 jaar bestaat. Er zijn zoveel mensen al zo lang lid van die club. Veel mensen die met hun gespeeld hebben. En die emoties komen nu ook toch allemaal aan die herinneringen om terug naar boven. Mm-hmm. Ja. Op 30 augustus herdenkt de volleybalclub de omgekomen gezinnen. Atletiek Helden zal ook een herdenking organiseren. Wanneer deze plaatsvindt is nog niet bekend. Eerst respect voor de familie. Zij zitten zelf in een heel grote misère om alles op een rijtje te krijgen. En als dat in goed en wel achter de rug is, en ik hoop dat het heel snel is, dat ze heel snel... werkelijkheid hebben en de slachtoffers hier ook in Helden kunnen krijgen, dat we daarna iets met Atletiek Helden gaan doen wat past binnen de verwerking van de familie. Alle 298 passagiers en bemanningsleden hebben de ramp niet overleefd. Er waren 193 Nederlanders aan boord van het vliegtuig. In Pelemaas is het ongeluk het gesprek van de dag. Inwoners reageren verbijsterd. Ja, verschrikkelijk, hè? Oh, meer dan denken. Nou, ik ben er net langs gekomen, langs dat huis van die 6 mensen uit Neerkant. Die zaten er ook in. En er lagen al verschillende bloemstukjes voor de deur. Ja, dat is niet te bevatten. Nee. Sorry. Ja, er wordt, ik wil bijna zeggen, over weinig anders gesproken. Misschien is dat overdreven. Maar in de beleving van de mensen is het... heel intens, vanzelfsprekend. Hè? Want die mensen horen bij ons. Dus op een of andere manier hoor je bij dat verdriet. Tijdens de hoogmis in de Lambertuskerk in Helden werden afgelopen zondag 3 kaarsjes aangestoken om de Heldense slachtoffers te herdenken. Aan het begin heb ik wat over gezegd. Heb ik eigenlijk gewoon geprobeerd
iets van het verdriet en de machteloosheid, ook een beetje de kwaadheid van de gewone mensen te verwoorden. Want troost kun je toch eigenlijk nou helemaal niet geven, maar om het ja, te bundelen. En ik heb de grote paaskaars aangestoken, eigenlijk voor alle slachtoffers. En hier op het altaar 3 kleine lichtjes voor de helderste slachtoffers. Ik heb hun naam genoemd en een mooie passende muziek gedraaid. En toen zijn we gewoon gaan zitten en het heeft me even binnen laten komen. En het was heel stil in de kerk. En ik kreeg toch wel de indruk dat het ons allemaal goed deed. En de afloop heb ik met wat mensen gesproken. En ik kreeg de indruk dat mensen blij mee waren. Dat we er samen iets aan hebben kunnen doen. En de een doet dat vanuit een zeer nadrukkelijk geloof. Voor de ander is het wat meer socialer. Nou, dat is een grote mix van gevoelens. Nou, dat mag ook. Donderdag vindt er een herdenking plaats. In het gemeentehuis en Kerkenbuske in Helden is er gelegenheid om het condoleancesregister te tekenen.